Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Vanochtend is het overwegend bewolkt en een storing met wat regen en motregen trekt van west naar oost over het land. Maar we zien ook felle opklaringen ten westen van Nederland liggen. Die opklaringen die gaan in de loop van de ochtend zich over het land uitbreiden. De zon gaat dus goed doorbreken, de neerslag gaat ook grotendeels wegtrekken. Vanmiddag valt verspreid in het land een enkele bui, maar het droge weer zal toch vaak wel overheersen. Het wordt 6 tot 8 graden. En de wind die is eerst nog wel behoorlijk stevig uit een zuid- tot zuidwestelijke richting, maar gaat het in de loop van de dag afnemen. Vanavond komt er vanuit het westen opnieuw wat meer bewolking binnendrijven en neemt ook de kans op regen langzaam weer toe. Dan morgen in eerste instantie is het bewolkt en er valt een tijdje regen. In de middag wordt het tijdelijk wat droger, maar in de avond volgt er vanuit het westen opnieuw een tijdje regen. Het wordt ongeveer 6 graden en nog steeds waait het behoorlijk stevig uit een zuidelijke richting. Op donderdag en vrijdag dan hebben we een afwisseling van wolken en een beetje zon. En er kan ook wat winterse neerslag vallen in het binnenland in de vorm van natte sneeuw. Op zaterdag wordt het duidelijk een stuk zachter en dan valt er ook van daar tot tijd wat regen. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.